Welkom bij de Bosrand. Mijn naam is Jim en leuk dat je kijkt naar deze eerste aflevering. Vandaag neem je mee naar de kwekerij waar het ooit allemaal begonnen is. In 1980 is namelijk het familiebedrijf begonnen als kwekerij. En het kweken zit in ons bloed, in ons DNA en dat doen we vandaag de dag nog steeds. Zoals je kunt zien staan we hier op een mooi veld met allerlei vaste planten. Nou, we hebben hier een korte greep uit het assortiment. Je hebt ze misschien al zien staan, maar dit zijn eigenlijk onze welbekende P9's. Dit zijn eigenlijk perfecte popmaatjes, relatief voordelig om snel je border of tuin mee aan te planten. Dus wij noemen dit eigenlijk echt aanplantmateriaal. Het voordeel is dat je hier eigenlijk heel snel je tuin mee kunt aanplanten. Ook nog relatief voordelig, waardoor het erna mooi dicht groeit. Nou, het voordeel van vaste planten is dat je kunt eigenlijk allerlei soorten combineren. Dus je kunt bijvoorbeeld aan de hand van een mooi beplantingsplan, kun je bijvoorbeeld kijken, nou, ik wil iets wat in het voorjaar meer bloeit en af en toe wat dingen meer in de zomer of richting het najaar. Hier hebben we eigenlijk een greep uit het assortiment. Wij onderscheiden eigenlijk twee popmaten. Dit was de 9 centimeter, zoals we net ook gehad hebben. En dit is bijvoorbeeld een 11 centimeter pot. Dit is eigenlijk net een wat grotere pot, er zit iets meer inhoud in. Geeft de plant eigenlijk even een extra boost als hij wil gaan starten met groeien. Nou, je kunt eigenlijk altijd bij ons terecht voor een assortiment van meer dan honderden vaste planten. Die zijn jaar rond beschikbaar, kun je ook jaar rond planten en zijn in principe allemaal winterhard. Ze sterven wel af in het najaar, maar dat volgende voorjaar komen ze gewoon weer op. Mocht je nou zeggen, ik ben op zoek naar wat grotere vaste planten, ook die hebben we. Ga dan eventjes mee naar ons andere veld. Nou, we zijn nu aangekomen op ons andere veld. Hier staan de grotere potmaten vaste planten. Wat we eigenlijk doen is, zodra een pot 9 volgroeid is, dan planten we die over in een pot 17. En zoals je kunt zien, dit is een mooi gezond wortelgestel. Dit is eigenlijk wat je wilt. Deze planten die zijn eigenlijk nu gereed voor de verkoop. En die brengen we dan ook dagelijks rechtstreeks naar onze vestigingen toe. Dit is eigenlijk een kleine greep uit het assortiment. We hebben Echinacea, de zonnehoed, in diverse kleuren. Naast hebben we de Persicarica, die begint mooi te kleuren. De anemonie komt er al aan, de eerste. En de zogenaamde vuurpijl, de Kniphovia. Nou, mocht je nu zelf niet helemaal weten welke vaste planten het waar goed kunnen doen in je tuin, neem dan gerust contact op of kom langs bij een van onze vestigingen. Wij staan je graag te woord en we helpen je graag op weg. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.